In het project SignLinC wordt een grote verzameling filmpjes van gebarentaal voorzien van vertaling van gebaar naar woord. SignLinC heeft een eerste brug geslagen tussen deze vertalingen en een gebarentaallexicon. Gebarentaal is geen geschreven taal. Dat geldt voor alle gebarentalen in de wereld. En dat levert voor ons het probleem op dat als we erin willen zoeken, dat we toch op de een of andere manier tekst ervan moeten maken. Dus we moeten Nederlandse annotaties toevoegen aan videomateriaal. En daar ontstaat een probleem, omdat Nederlandse woorden niet één op één mappen op gebaren. Dus als je een gebaar hebt als grappig, bijvoorbeeld, dan zou je dat met een Nederlandse woord grappig kunnen labelen, maar ook met geestig of leuk of gevat, afhankelijk van de situatie. En je hebt ook weer een gebaar als grap, wat je dan weer zou kunnen labelen als grappig, per ongeluk. Dus we zochten naar een manier om onze annoteerders en onszelf te dwingen om steeds hetzelfde Nederlandse woord te gebruiken voor hetzelfde gebaar. Het project heet SignLinC omdat er een link is gemaakt tussen een annotatieprogramma genaamd Elan en een lexiconprogramma genaamd Lexus. Elan is een annotatietool om media te annoteren en binnen gebarentaal zijn er filmpjes opgenomen van twee gebaren die tegenover elkaar zitten en naar elkaar gebaren. Dus er zijn twee filmpjes per sessie eigenlijk. En per gebaren worden dan zogenaamde tiers gemaakt in Elan. En op elke tier wordt er dan een annotatie per gebaar gemaakt. Dus wat ze doen is kiezen een bepaalde waarde in de lijst. En vervolgens klikken ze op een knop. En dan komt alle informatie uit Lexus komt in beeld. En dan kunnen ze zien of dat klopt of niet. De komende jaren zullen we bezig zijn om dat lexicon verder aan te vullen en om te zorgen dat we meer van die filmpjes koppelen aan dat lexicon. Maar onze droom uiteindelijk is dat ook de databases in Londen bijvoorbeeld, in Hamburg, in Sydney, van onze collega's, allemaal op dezelfde manier, diezelfde CLARIN tools gebruiken, zodat we heel makkelijk crosslinguistisch onderzoek kunnen doen en beter kunnen kijken of gebaren die heel beeldend zijn, bijvoorbeeld van het type huis, of die dan ook inderdaad in alle gebarentalen hetzelfde zijn.